Het is helemaal een beetje Lowlands 2.0. De introweek van de HVA is begonnen en het is een vol programma. Zo ook hier bij de faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Hier beginnen ze namelijk om 7 uur met aerobics. Jij zit in de organisatie. Wat staat er verder allemaal nog op de planning deze week? Dat is eigenlijk nog vooral heel erg geheim voor iedereen. Maar ik kan je wel zeggen dat we een avondprogramma hebben. Korte nachten en heel veel plezier. Dus het wordt veel plezier maken en ook een klein beetje doorzetten. Klein beetje doorzetten, ja. Er wordt dus ook gekampeerd 4 nachten lang. Het is helemaal een beetje Lowlands 2.0. Ben je die tent aan het opbouwen of ben je hem al aan het afbreken? Je hebt dag 1 geskipt? Ja, nee, ik heb het gemist helaas, want ik was op vakantie. En ik kwam gisteren weer aan in de middag, dus ik kon het helaas niet redden. Ja, helaas. Misschien ben je wel gewoon lekker uitgerust nu om te beginnen. Precies, dus dat scheelt wel. Nou, ja. Dan ga ik wel even helpen met je tent opzetten, want dan kan je snel door naar het dagprogramma. Ja. Ik ben heel benieuwd. Wat is jullie eerste indruk van deze intro week? Ja, wel gezellig. Kijk, ik vond het, zeg maar, toen ik binnenkwam vond ik het wel een beetje van ja, waar ben ik mee begonnen. Ja. Dat was gewoon echt de introductie. En daarna, toen we eenmaal de stad in gingen, was het wel echt gezellig. En gewoon lekker leuke groep gehad. Dus dat maakt echt niet heel veel uit. Even inkomen dus. Dan ga ik even naar jou. Heb je al leuke mensen ontmoet? Heb je al nieuwe vrienden gemaakt? Het gaat hartstikke snel. Iedereen die komt snel los. En ja, je leert echt snel leuke mensen kennen, ja. We zijn aangekomen bij het volgende onderdeel van het programma. En dat is niet Walibi, dat dachten de studenten. Maar het wordt deze vierkamp. Ik weet niet helemaal wat het is, maar het ziet er wel veelbelovend uit. Zoals je ziet, de sfeer zit er lekker in en er is genoeg te beleven. Ik ga ook maar eens meedoen.